een van de series die ik met veel plezier gemaakt heb, die gaat over de Commedia dell'arte. De losse beeldjes zijn gemaakt naar aanleiding van tekeningen ook van Callot. Callot is een 17e eeuwse tekenaar die prachtige gravures heeft gemaakt van de Commedia dell'arte. Pulcinella's worden gespeeld met een masker met een hele hoge muts. Ze zijn zeer acrobatisch. Dit is Il Capitano. Het zijn Zanni. En Zanni zijn knechten eigenlijk. Die zeer vechtlustig zijn. Pulcinella in een latere vorm. Pulcinella heeft ook model gestaan voor de ontwikkeling die hij in Engeland heeft doorgemaakt door Punch. Dat is hier in de gebogen en onderdanige gestalte wel herkenbaar. Dit is een Zanni, ook weer een van de knechten die achter de rug van Pantalone de draak steekt met zijn gewichtig doenerij. Dit is Il Dottore, die zijn jas omhoog houdt met die veel te grote hoed. Pulcinella in een verleidelijke dans. Dit is ook een Pulcinella, maar nu met een deftige hoed op. Dit is Scapino, een Scapino ballet. Heeft die naam gekregen, ook uit respect voor de Commedia dell'arte figuren.